tafel. Ook ligt er eentje op zijn dak nog. Wesley gelijk wel los van andere Wesley. Dan auto nummer 4. En dat is de auto van Senne nu naar de derde plaats. De witte auto, ik denk dat dat die van Bart is. Die vanaf het achterveld naar voren is gekomen. Klopt dat? Dan gaat daar Koen voorbij. Komt weer een plaatsje terug. De witte op 4. En dan is het Vincent op nummer 6 of 5. Daar weer achter Vincent. Wat dat betreft geen directe gevechten op de baan. 8 car, 10 car, 9 car. Gaat finishen. Senne gaat daar op zijn dak. Vrijde schans. Brian daardoor nu plaats 3. En de motor volgen. Jeroen is de band aan het stoken. Zijn beste tijd 38.3. 7. Let op, we gaan beginnen. 5, 4, 3. Het is de bedoeling om te rijden en niet vliegen. Of aan te vallen. Nou, het gekhuis is begonnen. Nou, mooie ratslagen. En weer bijna de GoPro. Bij het derde rondje staan Erik, Maarten, Peter, André en René. Nog een half minuut. Daarop. Wesley, Erik, Maarten, André. Finished. Maarten is binnen. Bijna. Hier gaan ze over Tafelberg heen, de hele top 23. De Q-man naar de leiding. En Willem heeft een gat. Heeft een gat van 3 seconden. En gaan we uit Vreugde op zijn dak liggen. Oh.
En de camera zijn erom. Is het gelukt? Mooi. En terecht. Volgende. Nou ja. Oké, jongens, hij staat er. Je kan er gewoon weer op mikken. Maakt niet uit. Nog 30 seconden. We zijn nog 30 seconden om een backflip te creëren. Kom op, jongens. En dan weer een hoopje natuurlijk. Nee, dat heb ik uit. Dat is nooit een beetje klasse. En deze iets. Volgens mij is de top 3 nog mooi bij elkaar. En nog een zombie rolt. Verliest geen plek, wel de tijd dat je verloren afkrijgt. En op de tweede positie. Het ligt allemaal nog wel mooi bij elkaar. Kleine voorsprong nu voor Danny. Gelukkig staat er een te filmen. Oh! Die vond het net als mooier. Die dan? Hoppa, ver. Niet zozeer hoog. Backflip. Oh. Ah!